maakt niet uit hoeveel ik weeg. Ik heb altijd last gehad van mijn onderkin. Wil jij van je onderkin, je buikje of ander plaatselijk vet af? Boek dan nu een lemon bottle behandeling. De lemon bottle wordt in het vetweefsel geïnjecteerd, waar het de vetcellen effectief afbreekt, net als in dit stuk bacon. Dit is jouw kans om plaatselijk vet te verwijderen op een veilige manier. Lemon bottle bestaat uit een mix natuurlijke ingrediënten, zoals riboflavine, lecithine, jammer. En het allermooiste is, binnen 24 uur gaat het al werken. Dit waren allemaal teksten van klinieken die lemon bottle aanbieden. Maar is het nou echt zo'n wondermiddel? Omdat ik met TikTok ben begonnen en wat meer ben gaan doen met social media. Je kijkt op een andere manier naar jezelf, omdat je kijkt vanuit de positie van een ander. Mijn grootste onzekerheid is mijn onderkin. En ik heb gisteren de stoute schoenen aangetrokken en ik heb een afspraak gemaakt voor de lemon bottle behandeling. Weet je, ik ga het gewoon proberen, baat het niet, schaadt het niet. Hoe ben jij ooit bij lemon bottle uitgekomen? TikTok. TikTok? Ja, ik scrolde op TikTok en op een gegeven moment, het was het enige wat ik op mijn feed zag. Alleen maar lemon bottle. En wat voor filmpjes zag je dan? Van voor en na filmpjes, dat het werd geplaatst, dat er uitleg over was. Op een gegeven moment zag ik zelfs een stukje bacon waar ze lemon bottle in spoten. Yeah. En dat je op een gegeven moment met de tijd zag dat het een stukje vet van bacon, dat het echt aan het oplossen was. Wat dacht jij toen je die plak bacon zag? Toen dacht ik, oh, dat ben ik. Ja. Ja, toen dacht ik echt, als dit werkt voor je onderkin, ja, spijt me vol. Wat is lemon bottle nou eigenlijk? Nou, het is een product dat uit Korea komt. En in Nederland zijn er 35 aanbieders van lemon bottle. Bijna alle aanbieders claimen dat een behandeling met lemon bottle vet kan oplossen of afbreken. Maar de vraag is natuurlijk of het dat ook echt doet. Ik zou nooit zeggen, oh my god, dit moet je hebben. Maar, oh my god, dit moet je hebben. Ik ga even mijn before laten zien. Van de voorkant denk je, oh, leuk gezicht. Van de zijkanten denk je, whose horse is that? Die onderkin, die zit daar 100% niet te missen. Toen ik uiteindelijk een kliniek had gevonden, die ook echt filmpjes had gepost op TikTok, toen dacht ik, oké, ja, dat durf ik aan. Ja. Ik ben naar de prijs gaan kijken ook natuurlijk, en toen dacht ik, ja. Voor een appeltje en een eitje heb je lemon bottle. Er is een pakketje binnengekomen, lemon bottle. Je kan het namelijk bij verschillende klinieken in Nederland ook gewoon online bestellen. Made in Korea, lemon bottle ampoule solution for face and body. Heel klein op het doosje staat lecithine, bromelaine en vitamine. Maar verder, een bijsluiter zit er niet bij, een handleiding zit er niet bij. Verder mag je zelf uitzoeken. Hoeveel heb je betaald voor de lemon bottle behandeling? Ik heb korting gehad omdat ik heb aangegeven dat ik een filmpje erna wilde maken als ik enthousiast was. Dat heb ik gedaan. Ik heb volgens mij in plaats van 140, heb ik 110 of 115 betaald. Ik heb maar één behandeling gehad. Het is net 24 uur geleden. En je ziet nou al resultaat. En nou, jullie hebben de before gezien. En dit is de after. De één behandeling. Wat weten we op dit moment over dat product lemon bottle? Heel veel en niet zoveel tegelijk. Oké. Okay. Het product lemon bottle bevat een aantal stoffen die naar verluid vet oplossen. Het zijn allemaal natuurlijke producten. Al is het zo dat die ingrediëntenlijst nogal verschilt als je kijkt naar verschillende bronnen. Mm-hmm. Wat is er bij jullie op dit moment bekend over lemon bottle? Het is een raasje op social media. Wij weten verder eigenlijk niet of het veilig is. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. Ons advies is dan ook dat je het product niet gebruikt. Heb je twijfels gehad over die behandeling? Ja en nee. Waarom ja? Omdat het een TikTok-trend is. Mm-hmm. En niet alle TikTok-trends zijn waterdicht. Alleen omdat de wens van die onderkin afkomen zo groot was en het eigenlijk helemaal geen geld kost. Mm. Mijn grootste onzekerheid was dus mijn onderkin en daarom heb ik 2 maanden geleden de lemon bottle behandeling gehad. Ik moet zeggen dat ik ondertussen ook wel een beetje ben afgevallen, dus dat ook wel meehelpt met het resultaat. En ik moet zeggen dat het resultaat er zeker wel mag zijn. Doet het wat het belooft? Nobody knows. Nee. Want er is geen enkele wetenschappelijk onderzoek of bewijs dat dit werkt. Lemon bottle is the newest brand out of Factolin. It works within 24 hours. Dat je binnen 24 uur effect hebt, dat zien we meestal bij vochtafdrijvende dingen.
Dus de claim binnen 24 uur resultaat. Jij zegt als het al vet oplost. Lijkt me enorm onwaarschijnlijk. Oké. Het product zelf is helemaal niet getest of gekeurd. Dus ik vroeg me af waarom jullie dat aanbieden. Ja, we bieden het aan omdat het gewoon gevraagd wordt door mensen. En dan is het ook een behandeling dat het effectief is bij de huid. Ja, u ziet dat het effectief is. Ja, ik heb wel de verschil gezien bij heel veel klanten. Oké. De stoffen los. Daar is ook geen hard bewijs van dat stoffen zijn die vet oplossen. Of dat ze veilig zijn om zomaar los of gemengd, eigenlijk nog veel belangrijker, gemengd te injecteren. In veel video's online wordt lemon bottle in een plak bacon gespoten om zo te laten zien dat het vet oplost. Nou, of dat echt zo is, dat gaan we testen. Nou, de bedoeling is dat ik het echt in het vet inspuit, dus in het witte gedeelte. Een stukje bacon die al verstorven is, dat heeft wel wat andere eigenschappen dan een injectie die je in een levende mens injecteert. Of dit vergelijken is met een mensenlichaam, daar kun je helemaal niks van zeggen. We zijn een half uurtje verder, we hebben even gewacht. Het halve flesje lemon bottle is in de bacon gegaan. Nou, op TikTok zie je dat vet dan echt wegsmelten. Als ik hier ook kijk, dan gaat het vooral kapot doordat ik er met het pennetje in prik. Volgens mij is er niet zoveel gebeurd. It's all natural ingredients. It even has things like pineapple in it, which is what helps to minimize the swelling. Meer dan de helft van de aanbieders van lemon bottle in Nederland zegt dat het een product is dat bestaat uit alleen maar natuurlijke ingrediënten. En ook wordt er vaak gezegd dat de behandeling volledig veilig is. Kun je dat zeggen? Nooit. Nee? Je kan een infectie krijgen. Je kan oneven resultaat krijgen. Of nog erger, je kan zenuwschade oplopen. Het kan je cellen echt zo goed kapot maken dat je necrose krijgt. Dus een hele hoop dode cellen, allemaal op een hoop onder je huid. Oh. Waarom ga je het dan gebruiken? Dat vraag ik me af. Het was al in Engeland een enorme hype. En je gaat ook een beetje met de trend mee natuurlijk. Ja? Wat de markt een beetje vraagt. Vorig jaar schreef de Britse krant The Guardian een artikel over het middel waarin ze ervoor waarschuwen omdat er in Engeland vorig jaar tenminste 90 negatieve meldingen zijn binnengekomen over lemon bottle. En het ging daarbij om geen resultaten, om ongelijke resultaten. Er waren infecties, er waren allergische reacties en er was zelfs één geval van necrose en daarbij sterft huidweefsel af. Ik begrijp ook dat er in Engeland in 2023 minstens 90 klachten over lemon bottle zijn geweest. Over ongelijke resultaten, infecties, allergische reacties. Is dat bij jullie bekend? Nee, dat is niet bij ons bekend. Die aantallen die jij noemt. Wel is het zo dat het een behandeling is die uit Engeland is komen overwaaien naar Nederland. Dat is wel bij ons bekend. They're all natural ingredients. The three main ingredients are bromelain, lecithin and riboflavin. Ja, zover ik weet is lemon bottle, zijn dat verschillende ingrediënten, maar natuurlijke ingrediënten. Ja. Vandaar dat het ook niet pijnlijk is. Zitten er dan alleen maar vitamines in lemon bottle? Nou, Swissmedic, dat is de toezichthouder voor medicijnen en medische hulpmiddelen in Zwitserland, die hebben lemon bottle eens goed onderzocht. En zij beoordelen het nu als medisch product. En ze hebben het afgekeurd voor gebruik, omdat de ingrediënten die op de verpakking stonden niet zijn teruggevonden in het middel. En het kon ook nog eens per flesje verschillen wat ze terugvonden. Dus onderaan de streep weten we nu nog steeds niet wat erin zit en of het dus alleen maar vitamines zijn. Valt niet te zeggen. Wat mij heel erg verbaast is dat klinieken in Nederland dit soort injecties kennelijk gewoon mogen aanbieden en mogen zetten, terwijl we dus eigenlijk niet weten of dit een product is wat veilig is. Hoe kan dat? Het is voor de inspectie wettelijk gezien best lastig. Kunnen we niet heel veel als we niet kunnen bijvoorbeeld vast kunnen stellen van het is heel risicovol. Dan kan je het ook niet zomaar verbieden. Wat vind je daarvan als ik dat zeg? Dat we dus gewoon eigenlijk zien, ook uit wetenschappelijk onderzoek, dat we gewoon niet zo goed weten wat er in dat middeltje zit. Ik word er niet koud, warm of koud van. Nee? Nee. Als je kijkt naar de hedendaagse maatschappij en McDonald's. Mm. Ja, het is een burger, maar wat zit erin? Waar wordt het van gemaakt? Ja, als ik overal bij stil zou moeten staan, kan ik beter in de bankbuis gaan leven. Nu zou je bijna zeggen, ja, we wachten tot het fout gaat. En als er straks allemaal meldingen zijn van mensen die hier problemen van ondervinden, dan kunnen we er misschien wat tegen doen. Is dat hoe het werkt? Ja.
Of Lemon Bottle nou werkt of niet om van je onderkin af te komen, je kan al een effect creëren door een before- en een afterfoto te maken, maar dan uit verschillende hoeken. Dus dat gaan we even proberen. Dit zou dan de before worden. Even kijken hoor. Deze hoek. Ja, en dan nu dan je tong tegen je hemel te drukken, een beetje ander hoekje pakken. Nou, zo heb je dus een before- en een afterfoto en er is geen Lemon Bottle bij aan te pas gekomen. Het is natuurlijk begrijpelijk als je onzeker bent over een onderkin of iets anders en dat wil je misschien laten verhelpen met een goedkope behandeling. Maar weet bij deze Lemon Bottle, het is niet getest. We weten niet wat erin zit en niet wat het met je doet. Ik ben op een gegeven moment ook meer gaan werken aan mijn mental health, hè? Dat ik me niet door anderen laat aanpraten dat mijn onderkin niet goed is. Mm. Natuurlijk vind ik het niet per se heel mooi, maar ik ben het wat meer gaan accepteren. Ja. En dat is de reden dat ik uiteindelijk ook niet de behoefte had om terug te gaan. Eigenlijk is dat misschien het allerbelangrijkste, gewoon iets meer gewoon accepteren hoe je eruit ziet. Ja.